Welkom bij Dag Den Haag van vrijdag 26 maart. We zijn vandaag bij het Westeinde met de volgende onderwerpen. Zaterdag is het Nationale Slaapdag. Ouderen bellen elkaar dagelijks met de telefooncirkel. Van ADO-supporter tot tv-presentator. En Den Haag wordt opgeschrikt door een reeks autobranden. Dat hebben we zometeen, maar we gaan eerst naar het korte nieuws van de dag. Het Bronnevo ziekenhuis heeft een onderscheiding gekregen voor zijn goede zorg rondom dikke darmkanker. Een aantal samenwerkende organisaties van kankerpatiënten heeft het ziekenhuis een lintje toegekend omdat het voldoet aan alle kwaliteitseisen. Nou, we zijn heel blij dat we het lintje hebben ontvangen omdat de patiëntenverenigingen een aantal eisen hebben geformuleerd waar onze kwaliteit van zorg aan moet voldoen. Het is een trend in Nederland dat patiëntenverenigingen steeds duidelijker positie gaan nemen namens hun achterban over wat zij eigenlijk vinden van zorg. Die heeft betrekking op ben je een goede dokter, overleg je voldoende, is de nazorg goed geregeld, kan je klagen, worden complicaties bijgehouden en al die 15 eisen voldoen we gelukkig. Studenten uit het hele land hebben in Den Haag gedemonstreerd. Ze voerden actie tegen de voorgenomen bezuiniging op het hoger onderwijs. Het kabinet wil 20% besparen. De studenten vrezen voor de afschaffing van de studiefinanciering en het verhogen van het collegegeld. Op dit moment heeft een student gemiddeld 12.000 euro studieschuld na zijn studie. Als dit wordt ingevoerd, heeft elke student daarbij nog eens 14.000 euro. Ik betaal er maar boeken van en ik heb niet altijd tijd om te werken, want mijn studie gaat voor. Dus voor mij is het essentieel. We hebben niet echt een boodschap, hè? We hebben wel een boodschap. Er staat niks op. Ja, dat klopt. Waarom niet dan? Sowieso hadden we geen geld voor spuitbus. Voor spuitbus heb jij een basisbeurs nodig. Ja. Vooral in tijden van crisis als nu is bezuinigen op het onderwijs het stomste wat je kunt doen. Waar besteed je je basisbeurs aan dan? Die besteed ik aan leven en... Het lekker leven. Nou, lekker leven hoort er ook bij. Mijn ouders bestaan de studie, dus... Je zou eigenlijk ook zonder basisbeurs kunnen? Ik wel, maar heel veel mensen niet. Dus en ik ben van mening dat niet alleen de rijken moeten kunnen studeren. In een week tijd vonden er wel 8 autobranden plaats op verschillende plekken in Den Haag. De vraag is dit toeval of zijn er verbanden te leggen? We merken sinds een dag of 8-9 een aantal autobranden in Den Haag. En dat loopt dan eigenlijk vanaf Kijkduin, Loosduinen tot aan Zuiderpark. Het is niet hard te zeggen dat er sprake is van één man of één groep jongens. Dat betekent dat we in ieder geval voor elke auto apart een onderzoek verrichten als het gaat om forensische spooronderzoek. En ze hopen toch bij zo'n dader te kunnen komen. Om 2:30, dus ik wakker worden, dan kijken, alle 3 auto's gebrand. Ik heb gehoord in de buurt de mensen zeggen, is een maand geleden de jongen is een ruzie of discussie gedaan met iemand. Dus politie en brandweer is weg. Dan sms ontvangen, oproep gemist. Hij luisterde dan iemand lachen, weet je. Zo'n 20-30% van de Nederlanders heeft te maken met slaapproblemen. Gelukkig is er aan de meeste slaapstoornissen wel iets te doen. Aanstaande zaterdagmiddag kan je hier terecht bij het MCH Westeinde om te kijken of er voor jouw slaapstoornis misschien wel een oplossing is. Aanstaande zaterdag hebben wij een open dag in het slaapcentrum hier in het Westeinde. Dat is van 11 tot 3:30. We willen daar mensen natuurlijk heel veel vertellen over slaap en slaapproblemen. Wat het meeste voorkomt, dat zijn de slapeloosheid. Dus mensen die moeite hebben met inslapen en met doorslapen. Slaapapneu, dus waarbij de ademhaling tijdens de nachtslaap niet goed doorloopt. Je kunt zo gek niet verzinnen. We kunnen het hier in ieder geval wel diagnosticeren en vaak ook wel behandelen. Dit is een masker. Ja. Dit is een van de onderdelen van de behandeling voor slaapapneu. Dus voor lange adempauzes tijdens de nacht. Het is niet echt romantisch natuurlijk. Nee, dus je moet zorgen dat je de romantiek voor het slapen gaan bedrijft. Ja. En wordt het vaak onderschat, slaapproblemen? Of het slaapprobleem zelf onderschat wordt, weet ik niet precies. We vinden wel dat de effecten van slaaptekort op het functioneren overdag onderschat wordt. De open dag is er natuurlijk op gericht om mensen te laten zien wat we hier allemaal kunnen doen. He, dus ze laten zien hoe een slaapregistratie gaat. Dus wat wordt er dan allemaal op je geplakt en waar zou je dan kunnen komen te slapen? Is het te voorkomen, slaapproblemen? Slaapproblemen zijn te voorkomen. Als jij weet dat je door je anders te gedragen beter kunt slapen, dan kun je het op die manier voorkomen en dus
hoef je het niet te genezen. Als je de hele dag over slaap praat, dan word je er wel eens een beetje slaperig van. Maar, Het gebeurt te vaak dat er weinig wordt omgekeken naar alleenstaande ouderen. Soms gebeurt er dan iets thuis en komen we daar pas dagen later achter. Om dit te voorkomen zijn er de speciale telefooncirkels opgericht in Den Haag. Dat betekent dat ouderen elkaar gaan bellen om te kijken of het eigenlijk wel goed gaat. Wat houdt de telefooncirkel precies in? Iedere ochtend om 9 uur wordt eerst de deelnemer gebeld door de vrijwilliger van de dag. En die vraagt gewoon, maakt even een kort praatje. En dan belt de eerste deelnemer weer de tweede. En de laatste belt de vrijwilliger weer. Met mevrouw Gudden. Alles goed? U wordt iedere ochtend gebeld om te kijken of het goed met u gaat. Bent u daar blij mee? Ja, heel blij. Die sociale contacten en ja, je kan wel op de grond liggen. Niemand die dat weet of ziet of hoort. 'S morgens, dan eerst zet ik de wekker op 8 uur. Nou, en dan ben ik al op en ga ik dat en dat doen. En ik, nou heb ik om 9 uur de telefooncirkel. Dus ik kan geen woordje meer kopen. Ik moet opletten. Nou, ik vind het hartstikke goed. Ik heb nog een leuk praatje met de mensen. Als de telefoon niet wordt opgenomen, dan bel ik naar een buurvrouw of een buurman. Als die ook niet opneemt, dan een familielid. Net zolang tot jullie iemand bereiken? Ja, of een huismeester. U wordt dan wel heel vroeg gebeld. Vindt u dat dan niet erg dat u daar zo gestoord wordt? Vind ik niet vroeg, 9 uur. Dus u bent echt heel erg blij met het sociale contact? Ik ben heel blij met die sociale contacten. En dat die vrijwilligers dat willen doen, vind ik ook al fantastisch. He, we moeten voor elkaar zorgen als ouderen. Ik vind het geweldig. Ik denk dat het stiekem wel de droom is van iedere ADO-fan om de speler zelf te mogen interviewen. Voor de oprichters van de website groengeelhart.nl is die jongensdroom uitgekomen. En ze hebben het zelfs zo ver geschopt dat de filmpjes nu worden uitgezonden op Eredivisie Live. Nou, wij wilden bereiken met Groen Geel Hart ten eerste een leuke supportersite. Waar van alles te doen was, waar je foto's kon bekijken, verslagen kon. En toen op een gegeven moment kwam natuurlijk de media, die was nooit positief over Den Haag. Altijd als er iets was, dan werd dat opgefokt en een beetje opgeklopt allemaal. En als het van een andere vereniging was, dan hoorde je niks. Dus we waren het zat. Altijd was het alleen maar negatief en nooit positief, terwijl er heel veel positieve dingen bij ADO gebeurden. Dus toen hebben wij gezegd van kom op, ik heb nog een oude Canon camera. Gewoon zo'n handycam met bandjes, je kent dat wel. En we zijn gaan filmen. Ik had toen ook nog nooit gefilmd, dus toen was het best moeilijk om dat de eerste keer al gelijk te doen. Maar stukje bij beetje raak je inderdaad aan elkaar gewend en dan gaat het een stuk makkelijker. Groen Geel Hart hier! Ja, weer een belangrijke wedstrijd. Het zijn allemaal finales. Eerst eventjes terug, Raymond, naar de afgelopen. Het heeft even geduurd voordat ADO begreep dat wij alleen maar goede dingen wilden met de club. En dat we de club hoger op wilden brengen. En voor ons is het ook zo leuk, want je bent als supporter heel dicht bij de spelers, bij de staf, de ins en outs. Dus je weet af en toe al dingen. En voor een supporter is dat natuurlijk een beloning. Doet dat wat met je, dat je een beetje die geluiden om je heen, of hoor je dat niet? Vrienden, hè? Ja, nee, ja. Als je goeie... We zitten nu dan ook op ADO TV. Dat is een initiatief van ADO zelf. En dat wordt dan uitgezonden op Eredivisie Live. Ja, we zijn natuurlijk hartstikke trots, want wij maken daar deel van uit. Vak M, dat is jullie vak. Ja, klopt. Dit is namelijk het enige vak in het stadion, in het nieuwe stadion, wat op dezelfde plek zit als in het Zuiderpark vak IM was. Dus vandaar, het was het enige vak wat... Kijk, hier is die buitenspelval, hè. Die willen we zien natuurlijk, dus... Ja, dit was het enige vak wat M was, dus de keuze was meteen al genomen. Hè? We nemen vak M, hè, Maat? Ja. Zuiderpark blijft altijd missen, hè? Ja, dat komt nooit meer terug. Nee, dat komt niet meer terug. Ik denk dat ADO met dit stadion een mooie toekomst gaat krijgen als alles vol zit. En dat iedereen komt. Haagenezen, Haagland, alles hier in de buurt. Kom naar het stadion. Nee, ja, dromen mag. Dit was alweer de uitzending van Dag Den Haag, maar we gaan eerst even naar het weer kijken met...
Eugène Bakker. Het blijft grijs met af en toe een opklaring. De buien trekken langs om ons heen. Nou, we zien het wel. En de temperatuur ligt vanavond rond de 8 graden. Morgen is het bewolkt en overwegend droog, met temperaturen rond 12 graden. En er waait een matige wind vanuit het zuidwesten. Zondag begint de dag droog, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe en af en toe gaat het regenen. Maar u zit helemaal onder de schrammen. Ja, werk, hè. Het is wel een werk, het jas aantrekken wat er maakt, maar het komt door het werken. Nou, oké. Hard werken hier. Nou, dag Den Haag. Doei. Doeg.